Oké, okay, Vandaag gaan we eens kijken naar de problemen die we hebben met de xt 2 en de kitlens die daarbij geleverd was. Dus Een aantal video's terug heb ik al laten weten dat ik eigenlijk een test gedaan en Een vergelijkende test tussen deze 1855 zoomlens als kitlens de XF-series lens. Dus dat is eigenlijk een, een, uh, niet de top professionele, want de echte professionele lens is een 2,8 constante opening, terwijl dat deze uh, 2,8 naar 4 variabele opening is maar wel al de iets duurdere lens dan de XC lens. Je hebt nog een goedkopere variant de XC en uh, ik had een vergelijkende test gedaan tussen de XC en de XF en dan zou je eigenlijk verwachten dat de XF in bijna alle opzichten beter presteert dan de XC. Natuurlijk heb de bouwkwaliteit van de XF is een stuk beter en dat is daaruit ook gebleken. Maar uh, tot mijn grote verrassing. Bleek wel dat de XC scherper was, dat de foto's van de XC van hun koperlens scherper waren dan de foto's van deze duurdere XF-lens. Nu, daar hebben we contact opgenomen met Coolblue, de, de, de winkel waar ik deze camera. Nee, deze lens in combinatie met deze camera, de XT2, gekocht heb, met de vraag of dat ze die lens konden herstellen, of tenminste, nakijken voor mij, en desnoods laten herstellen bij Fujifilm. Nu, het antwoord was dat ik... Dus op zich, Coolblue qua garantieafhandeling is vrij oké. Okay. Ze zijn echt vlot in, in contact. En ze, nu ook, ze vergoeden ook de, de transportkost voor het terugsturen en dergelijke meer. Ze, sturen een ticketje op, allez, ze bezorgen een ticket om het op te sturen en dergelijke. Dus zeker geen, geen klachten daarover. Maar hun antwoord was eigenlijk... Ja, oké, okay, je mag ons die lens terugsturen. Maar we zien dat je die gekocht hebt in combinatie met die X-T2-camera... Dus je moet beide wel terugsturen zodat we het geheel kunnen testen. Nu, op dat moment was dat geen optie omdat de XT2-camera volop aan het gebruiken was om te filmen. Ondertussen ben ik als backup grotendeels overschakeld op, um, op filmen met smartphones zoals ik nu aan het doen ben. Zolang dat je genoeg licht hebt en je geluid op een andere manier. Ja, eigenlijk bij een x XT2 moet je ook je geluid op een andere manier opnemen, dus dat is eigenlijk geen verschil. Maar uh, zolang dat je het goed aanpakt, is het blijkbaar wel is de kwaliteit wel voldoende met uh, hedendaagse smartphones. Um, Oké, okay, maar op dat moment was dat geen optie. Maar ondertussen is dat dus wel een optie. Dus ik zal gebruiken. Ik heb ondertussen ja, bijkomend argument om het toch op te sturen geheel, is dat ik niet alleen maar dat probleem heb met de lens, maar dat ik ondertussen ook met de XC2 een probleem gevonden heb. En eigenlijk die XC2 zelf, ik gebruik die heel weinig. Nee, ik gebruik die veel, maar voor video. En voor fotografie gebruik ik die heel weinig. Daar gebruik ik mijn X-T1 meestal voor. Er zijn maar een paar momenten waarbij dat ik echt deze camera voor, um, voor foto ga gebruiken. En dat is wanneer dat ik de snelle autofocus. Dus de, de autofocus van deze camera is een stuk beter dan de X-T1. Zeker als het gaat over trekking. Um, dus dus dynamisch, um, dynamische onderwerpen gaan, gaan trekken. Daarvoor is deze camera een pak beter. Dus voor sportfotografie ga ik altijd deze gebruiken. En het is daarbij dat ik ook het probleem ontdekt heb tijdens die sportfotografie. En het probleem is eigenlijk als je de ontspanner hebt, ik ga ondertussen de combinatie ook aan elkaar koppelen. Ik ga proberen eigenlijk vandaag om dat probleem te reproduceren, zodat als ik de combinatie opstuur, dat ik er duidelijk aan bijzet, oké, okay, je moet de, die instellingen gebruiken. Um, best uh, dat soort onderwerpen opzoeken. Je moet zo lang proberen, het wordt heel snel... Duidelijk uh, je moet, of het is heel moeilijk te reproduceren. Ik hoop dat ik het kan reproduceren. Want als ik het niet kan reproduceren, denk ik eerlijk gezegd niet dat ik het uh, dat ik vrij snel zal opsturen. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de hersteldienst van Coolblue zelf. Ik heb met uh, Fujifilm rechtstreeks al contact gehad. En ik heb mijn xt 1 daar laten herstellen. Geen enkel probleem. Goed opgelost. Ook heel wat geld gekost. Spijtig genoeg, genoeg niet onder garantie. Maar het is wel gelukt zonder problemen. En alles is... Allee, ik heb die camera teruggehaald tot wat die nieuw was, de XT1. Bij Coolblue daarentegen, het feit alleen al dat ze antwoorden met: Oké, okay, je kan die lens niet alleen opsturen, je moet ook uh, de body opsturen, dan zou ik denken: Oké, okay, dat is gewoon uit commercieel standpunt. Stel dat er dan iets, uh, dat er een probleem vastgesteld wordt en ze moeten mij, mijn geld terugstorten of mij een alternatief aanbieden, dan hebben ze al de, de combinatie, eigenlijk, zoals dat ik die gekocht heb, en stopt het probleem. Alleen kunnen ze gemakkelijk omruilen, maar hun argument was. Dat was niet een argument. Het argument was: oké, okay, we hebben die body nodig, anders kunnen we die lens niet testen. Dus dat betekent dat ze die lens willen laten testen door een hersteldienst, als dat een hersteldienst is. Die eigenlijk niet beschikt over uh, testtoestellen. Als je naar Fujifilm die, die lens opstuurt, dan gaan die nooit niet antwoorden. Oké, okay, ja, maar stuur uw camera mee, want anders kun je die lens niet testen. Als je mijn punt begrijpt. Maar goed, dus ik ga het alleen maar opsturen als technose. Ik kan eigenlijk niet rechtstreeks naar Fujifilm gaan, volgens wat ik begreep moet altijd eerst naar, met de winkel contact opnemen, omdat de camera nog in onder garantie is. Maar dus het probleem dat zich voordeed, dus uh, bij sportfotografie, dus de de autofocus op continuous en dan liefst ook nog met uh, wide tracking of zone iF, waarbij dat hem zelf een bepaald scherpstelpunt kiest afhankelijk van wat dat er in uw foto eigenlijk aan het bewegen is. En dan heb je eigenlijk uw ontspanner heeft uh, ja, drie standen eigenlijk. Eén is als je er niet, niet aankomt. Dat, is gewoon, dat gebeurt er niets, dat is geen input. De tweede stand is als je die half indrukt, dus niet volledig, maar half indrukt, dan wordt de lichtmeting. Ja, standaard. Dus je kunt, kunt instellen wat er gebeurt als je die half indrukt. Maar standaard zal op dat moment de lichtmeting geactiveerd worden, dus je belichting wordt gemaakt en je autofocus wordt geactiveerd. En het is zelfs zo als je bijvoorbeeld continuous autofocus gebruikt, dat zolang dat je die ontspanner half indrukt, blijft uw autofocus systeem actief. Dus blijft het autofocus systeem continu corrigeren. En als je dan de derde stand gebruikt, dus de, de ontspanner volledig indrukken, dan pas wordt de foto gemaakt. En het handige bij sportfotografie, ja typisch als je als, echt als, als sportfotografie doet, dan ga je dikwijls de continuous uh, filmtransport noem ik dat, maar dat is eigenlijk gewoon uh, het aantal frames dat er gemaakt wordt, het aantal foto's, zolang dat je indrukt. Als je op continuous zet, je hebt CH en CL, waarbij dat die H en die L voor H in low staan, dus gewoon de snelheid. Nu staat je op CH, dus continuous high. Dan zal die, zolang dat ik de ontspanner indruk, blijven foto's maken, en zolang dat de buffer niet vol is en dergelijke meer. Dus zo. Maar dat is iets dat ik zelf niet gebruik. Ik gebruik over het algemeen de, ook bij sportfotografie de single. En dan gaat hij maar één foto maken. En als ik nu ingedrukt hou, dan blijft hij die ene foto maken. Maar wat wel handig is, en dat is eigenlijk het belangrijke punt, is dat je, je kunt die ontspannen, dus half indrukken, een volledig indrukken een in foto, en dan half ingedrukt houden, dus nooit niet volledig lossen, en dan is je autofocus systeem direct terug opnieuw geactiveerd. En zo maak ik eigenlijk mijn foto's bij sportfotografie. Dus dan zie je, ja je ziet dat nu niet, maar ik kan het u vertellen, de autofocus blijft eigenlijk al die tijd actief en ik laat die ontspanner nooit niet los moest ik die volledig loslaten en dan stopt mijn autofocus. Nu, het probleem dat ik vastgestaan bij die sportfotografie, dat was vooral uh, als ik mijn dochter tijdens de hockey fotografeerde, het probleem dat ik daar plots vaststelde is dat die ontspanner bleef plakken dus in de volledig ingedrukte stand. Dus als ik dan volledig indruk wordt de foto gemaakt, nu gebeurt er eigenlijk op dit moment uh, actie dat de autofocus nog wel werkt. Ik moet eigenlijk om opnieuw een foto te kunnen maken, moet ik hem eerst een klein beetje lossen, dus naar de halve stand. En dan terug indrukken voor een foto te maken. En dat lossen, dat gebeurde niet. Dat was het probleem eigenlijk, dat ik vastgesteld heb. Dus alsof dat de ontspanner bleef plakken in de onderste stand. Dus dat maakte dat ik geen nieuwe foto's niet meer kon maken. Zeer vervelend. Het enige dat ik kon doen om het op te lossen, was zo een klein beetje heen en weer bewegen met die ontspannerknop. En dan zouden we hem er terug uitspringen en dan kan ik hem terug gewoon gebruiken. Maar ik ga dat proberen te reproduceren. Ik ga je niet bezighouden met, uh, met de test zelf. Want dat zal wel even duren. Tijdens zo'n uh, sportfotografie-sessie maak ik gemakkelijk duizend foto's. Dus het heeft geen zin van hier nu duizend foto's te maken. Maar de kans is groot dat je ook echt wel duizend foto's moet maken om het probleem te gaan reproduceren. En dan denk ik niet dat ik hem ga opsturen. Zo simpel is het. Maar goed, ik laat jullie iets weten. Wat de lens betreft, denk ik trouwens... Dat het, uh, ik heb dat ook proberen opnieuw reproduceren, dus ik heb de lens uh, opnieuw op een statief met, een, met dezelfde camera die lens, de andere lens erop enzovoort vergelijkende foto's gemaakt maar plots bleek die niet meer onscherp dus ik kon de onscherpte niet reproduceren en ik vermoed eigenlijk ik heb er op dit moment maar één verklaring voor ik vermoed dat ik de optical image stabilisatie heb laten aanstaan dat is uh, gemaakt om uit de hand te fotograferen waar je een klein beetje natuurlijke beweging hebt maar dat werkt niet op statief Optical Image Stabilization uitzetten op statief, dat is de grote boodschap. Maar ik vermoed dat ik die dag mijn stabilisatie heb vergeten uit te zagen en, en dat dat die wazige foto's veroorzaakt heeft. Maar goed, als ik hem opstuur laat ik het gewoon ook nakijken. Maar dan moet ik dus eerst dat probleem uh, reproduceren. Ik hou jullie op de hoogte. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ik ga nog wat proberen.